Oké, guys, ik heb examen gehad, dus ik heb geen video gemaakt. Ik heb ook geen tijd gehad om een video te maken om te zeggen dat ik examen had. Vandaag maak ik een video over een verhaal van mijn kindertijd, of nog niet eens lang geleden, maar oké. Sorry als er veel achtergrondgeluid is, de school is net gedaan, mijn examens zijn net gedaan. Er komen heel veel auto's voorbij, heel veel mensen voorbij, er zijn werken in mijn straat, dus sorry als er achtergrondgeluid is. Maar ja, laten we er gewoon mee beginnen. Oké, je kunt zeggen dat het zielig is, maar ik doe vandaag een verhaal over mijn kindertijd toen ik Minecraft aan het spelen was. En dat ik de hardste flip van mijn leven heb gekregen, maar echt de hardste flip. En dus, het was toen ik nog jong was, ik denk ongeveer 6e leerjaar, eerste middelbaar, die tijd was dat. Ik speelde samen met mijn vriend Minecraft, letterlijk al de vrije tijd dat ik had en dat hij had. We speelden Minecraft, alleen de tijd dat we op de computer mochten, wij speelden Minecraft samen. En in die tijd was er een YouTuber heel bekend voor Minecraft, die is er nu wel mee gestopt, maar die noemde Vicstar123. En die had dus een serie, Treasure Wars noemde dat. En er was een server en toen was die heel bekend, want hij speelde dan, dan gingen andere mensen dat ook spelen. En ik en mijn vriend speelden dat dus ook. Oké, om even het systeem van Treasure Wars uit te leggen. Het doel was geld maken en als je geld wou maken, de meeste mensen deden dat door Iron Golem Spawners te krijgen. Maar om een Iron Golem Spawner te krijgen, heb je eerst 1 miljoen nodig en dat is redelijk veel. En om gewoon die eerste 1 miljoen is dat het moeilijkste dat je ooit gaat doen. En dat is dus heel moeilijk om aan te geraken, dat duurt heel lang als je niet veel geluk hebt. En wij gingen niet eens op geluk. Ik ging gewoon minen, daar heb je niet geluk voor nodig. Maar dus dat was de manier waarop we dat deden. En dat duurde dus gewoon heel lang om je eerste Golem Spawner te krijgen. En ja, ik en mijn vriend, wij gewoon dagelijks grinden voor die Iron Golem Spawner. Hè. Ik herinner me nog, ik ga toegeven, ik had X-Ray ook. Hè. Ik had X-Ray en ik zat de hele dag gewoon diamonds te minen en dan die te verkopen. En eerlijk, dat verdiende nog wel veel. Maar serieus, als ik dat moest doen, dan moest ik 2 maanden lang minen of zo en daar had ik ook echt geen zin in. Maar er kwam dus een moment waarop dat er een random gast was die ons begon te helpen. En nu, mijn vriend had het geld toch al bijna, want we hadden al heel veel gedaan. En hij houdde ook al het geld bij, omdat ik er gewoon altijd uitgaf aan stomme dingen. Maar dus, we hadden het bijna. Maar wat je ook nodig hebt voor een Golem Spawner om dat te laten werken, waren ze van die hoppers. En die waren ook kapot duur. En dus de afspraak was, ik en mijn vriend, wij zorgden voor de Iron Golem Spawner. En die random guy, die zorgde voor de hoppers en shit. En er kwam een tijd waarop dat we eindelijk de Iron Golem Spawner hadden. Weet je, ik was zo blij. En trouwens, het ding is, als je een Iron Golem Spawner hebt, dat werkt alleen maar als je daarnaast staat. Dus wat je basically moest doen, je moest zo'n kooi maken. En dan moest je zo ronddraaien in water, zodat je bleef bewegen, dat je niet werd gekickt. En dan liet je gewoon je PC heel de nacht aanstaan, zodat er bleef iron zo droppen en shit. En zo maakte je geld en dat ging redelijk snel. Als je er één had, was dat nog niet zo snel, maar dat ging redelijk snel. Basically, als je een Iron Golem Spawner hebt, dan ben je ongeveer klaar. En dan kun je gewoon geld beginnen te verdienen. Kun je nog meer Golem Spawners kopen en zo gaat het gewoon verder. Maar ik vertrouwde die ene guy niet echt. Die was een beetje raar en shit en die vroeg altijd om random shit en zo. En ja, mijn vriend vertrouwde die wel, want omdat hij zo wel had geholpen en ik zo van, ja nee, kijk, die gaat onze IG stelen. En ja, die zei zo, nee, dat is zielig, dat is zielig. En dus, dat was een avond. Ik zat in mijn bed en ik ging terug op mijn computer kijken om te zien wat er aan het gebeuren was. En ik zag letterlijk die jongen die IG stelen. Ik zag die jongen dat stelen. En ik kreeg zo'n flip, hè. Maar dat was gewoon zo kut, hè. Want weet je, als je zo jong bent, weet je hoeveel tijd je daar had in gestoken. En dus ja, ik heb toen echt gewoon de flip van mijn leven gekregen. De flip van mijn leven, dat is niet normaal. Ik had toen nog zo'n scheid laptop. En mijn laptop die had zo aan de zijkant zo van die ventilatorgaten. En daar waren zo van die stukjes aan. Ik had toen een stukje van die zijkant afgebroken. Ook zo boos was ik. Ik was zo'n kut die altijd Minecraft speelde. Oké, dat was echt gewoon fucking zielig. Ik herinner me nog, ik was zo van fucking. Dat was nog wel zielig. En ja, deze server is eigenlijk nog altijd online vandaag. Maar er spelen amper nog mensen op, denk ik. Ik kom er soms nog eens op. Maar dat is gewoon, ja, dat is kut, hè. Dat is gewoon kut. Niemand begrijpt waarschijnlijk hoeveel tijd je daarin moest steken om dat te krijgen. Maar dat was echt kapot veel, oké. Okay? Dat was niet normaal. Dat was grinden, grinden, grinden. Diamonds minen, grinden, grinden, grinden. What the fuck. Jongen, dat was echt. En daarom dacht ik dus ook dat het misschien een goed idee was om vandaag nog eens op die server te spelen. Ik ga nog eens fucking Minecraft spelen. Oh, dat gaat fucking leuk worden. Nee, dit gaat fucking tering worden. Oké, dus we zijn hier op Minecraft. Oké, je kunt het zien. Nu, ik weet wel niet of dat ik. Oh, wacht, het staat hier al. Oké. Wow, er zijn redelijk veel mensen op. Ah, oh, kom, kut internet. Wat, waarom weet ik het niet? Oh. Oké, thanks Minecraft. Oh. Summer update. Nou, leuk. Trouwens, toen ik dit vroeger speelde, zag het er al niet zo goed uit. Ik had vroeger echt een tering. Wat? Wat? Is mijn server. Mijn server is gewoon verwijderd of wat? Mijn server is gewoon verwijderd. Oh, dat is wel kut. Ja, dan nemen we gewoon een andere server. Hoor. Hier, we zullen deze dan nemen. Hey, ik had daar een fucking rank op. Yo, ik had daar een rank op gekocht. What the fuck, dat kun je mij niet maken. Ik had 15 euro of zo uitgegeven om daar een rank op te krijgen. Wacht, trouwens, hoeveel zijn er online? Wacht. Currently disabled, ja. Omdat er niemand meer speelt, ik stress. Ik durf verder dat er op het moment zo 5 mensen online zijn. Ofzo. Dus kijk, basically, het punt was: je hebt hier overal kistjes staan en je moest die kistjes zoeken. Ik had toen wel X-ray, nu niet meer. En ja, in die kistjes zat loot. En dat is het gewoon. Ja, en dit was het dus. Ik ga proberen om iemand tegen te komen, oké? Okay? Ik ga proberen om iemand tegen te komen.
Trouwens, de kans dat je iets uit die kistjes kreeg dat goed was, was ook echt miniem. Echt zo 1 op 40 miljoen of zo. Maar we hebben wel weer een kindje gevonden. Wat gaan we er legendary krijgen? Wat gaan we. Trouwens, als je het wilt weten, mijn vriend was de goede persoon. Ik suk in PvP nog altijd vandaag. Weet je, hier is echt niks fucking leuk aan. Ik denk dat ik gewoon ga stoppen. Ik denk. Oh, wacht. Laatste kindje, daarmee eindig ik het. Discussion, but I'd rather we just stop and they get to nothing. I don't really give a fuck about Trump, that's dumb. We're so young, no fun, so let me just run it back on. That ass in the jeans saw me dead on my tracks and then achieve world peace. I just really had to speak to you, so let me keep it true. This ain't love, keep it fun, no need for views, I know.